Vogelzangstaten is een neoclassicistische buitenplaats. Van het hoofdgebouw met de twee bouwhuizen werd in de 19e eeuw wel beweerd dat het de mooiste staten van Friesland was. In het midden van de 17e eeuw werden staten gebouwd op een plek waar eeuwen daarvoor een klooster gesticht was. Zowel rond 1700 als drie decennia later werd er flink aan de Vogelzangstaten verbouwd. Intussen waren de Vogelzangs geen eigenaar meer, maar was het huis overgegaan in handen van de adellijke familie van Heemstra. Zij hadden connecties tot in de hoogste kringen. Eigenaar Hector van Heemstra wenste een blijvende indruk te maken op de koning. Daarom werd het huis opnieuw aangepast toen koning Willem III in 1872 op bezoek kwam. Bij het huis hoort verder nog een groot park.